Мы вместе понесем его свет, и Россия будет свободной. Rond het middaguur stroomde de Dam vol mensen met borden, kaarsjes en bloemen om de dood van Aleksej Navalny te herdenken. We put the candles. How else can we show that we care? How did the news get to you? I'm reading like different news, like just Telegram channels, and I was like shocked. Ik was in shock. Ik was er helemaal misselijk en ziek van. They killed our hope. Vandaag zijn we aangetrouwd, maar we moeten sowieso doorvechten voor vrije Rusland en een wereld waar geen dictatuur is. We zijn ontzettend kwaad en verdrietig. Ik heb het mijn zoontje vanmorgen uitgelegd. En ja, het minste wat we kunnen doen is even hier laten zien dat we er staan. How are you gonna continue the fight that he left behind? It's so hard to think about the future because it's time to grieve now. I don't know. I don't have a simple answer to that. Just keep on talking, keep on writing, keep on posting. Ik hoop dat er nog hoop blijft voor Russische mensen die niet eens zijn met Poetin, want er zijn er best veel hoor. Спасибо! Спасибо! Спасибо!